Hallo, ik ben Mark en dit is Santi en ik ga jullie laten zien wat de leuke uitlaatplekken zijn in Huizen. En vandaag beginnen we bij de eerste uitlaatplek. Kom maar, Sant! En de eerste uitlaatplek, dat noem ik wel de uitlaatplek Kos. En dus het eerste stuk gaan we nu lopen. Ga je mee? In Huizen betaal je geen hondenbelasting. In Huizen hebben ze wel regels. En een van die regels is dat je ten alle tijde de uitwerpsel van je hond moet opruimen. Wat er kan gebeuren is dat een boa kan controleren of jij voldoende poepzakjes bij je hebt. In ieder geval twee, want als hij één keer een uitwerpsel gedaan heeft, dan zal je een tweede zakje moeten kunnen laten zien. Dan moet ik zeggen dat ik zelf nog nooit door een boa staande of door een politieman staande ben gehouden met mijn hond. Nou, het eerste stukje veld hier wat we zien is de eerste akker. En hier zie je nog wel duidelijk een beetje de sporen van toen de auto's hier reden. Maar de afgelopen, de laatste 10, 15 jaar zie ik hier eigenlijk alleen nog maar fietsers voorbij komen. Nou, hier begint het schelpenpad. Als je dit pad helemaal doorfietst, ben je over 10 minuutjes bij restaurant de Tafelberg bij de Blaakumse Hei. En de grap is dat ik ben nu 49, dat toen ik een jaar of 5, 6 was, ik met mijn vader iedere zondag, of bijna iedere zondag, ook wandelde naar de Tafelberg toe en eigenlijk hetzelfde pad liep. Bizar is dan dat je dan 45 jaar verder bent en eigenlijk hetzelfde pad nog bewandel. Ditmaal met mijn hond Santi. Nou, hierom noemen we dit terrein Kos. Bij deze splitsing was hier altijd een kwekerij waar taxussen stonden. Een oud hek eromheen, er stond al een bord Kos, vandaar dat we het altijd terrein Kos noemden. Alleen sinds een week zijn de taxa's allemaal verwijderd en is het hek ook verwijderd. Dit is dus het pad richting de Tafelberg, het fietspad. Ik ga hier linksaf en steek het stukje bos in. Santi kent het al. Ik noem dit de korte route. Je hebt ook de lange route. Misschien dat ik die later nog een keer laat zien. Maar dit is de korte route, zeker 's morgens, voordat ik naar mijn werk ga. Even met Santi hier het bos in. En er zijn een aantal dingen die ik heel bijzonder vind. Oh, wat is hier prachtig. Wat hou ik van het bos. Ik heb wel eens medelijden met mensen die in de stad wonen. Ja, dan kan je natuurlijk naar een park toe gaan, een stadspark toe gaan. Maar echte rijkdom is toch hier met je hond lekker in de bos lopen. Geluid van de vogeltjes. Ik zou mijn kinderen dat niet willen ontzeggen. Hè? Toen ik hier voor het eerste keer kwam, viel mij op dat dit bos eigenlijk vol zit met planten die je misschien helemaal niet in een normaal bos tegenkomt. Zo zie je daar, zie ik allemaal hosta's. En hier, kijk, Eonymus. En dat idee gaf mij hier dat er allerlei planten zijn die eigenlijk helemaal niet normaal in een bos thuis horen, maar gewoon in een tuin. Dus mijn idee was dat hier iemand gewoon tuinafval neergegooid heeft. En dat tuinafval in plaats van dood te gaan, is waarschijnlijk weer wortel gaan schieten en heeft zich hier een plek genesteld in het bos. Ja. Hier zie je weer de volgende akker. Dan heb ik hier weer het pad langs het hek. De grap is dat ik deze route ook wel eens een keer met de fiets doe. Alleen met de fiets moet je hier altijd opletten dat hier de takken nogal laag hangen. Huizen is dus eigenlijk een fantastische plek als je een huisdier hebt of als je een hond hebt. Er zijn huizen. Wow, zie, daar gaat de tak. Er zijn in Huizen heel veel plekken waar je gewoon lekker vrij met de hond kan wandelen. En ik hoop dat je aan de hand van deze video gewoon wat herkenningspunten hebt. Ik heb Lucas, ik heb een zoon van 3. En met Lucas ben ik er gek op. Ja, het is nu eigenlijk nog te vroeg. Maar die springbalsemine. En er is niks leukers dan als die springbalsemine rijp zijn. Hè, dan hebben ze van zo'n dikke kokon. Om die dan kapot te knijpen. Bam, bam, bam. Ja, vindt mijn kind leuk. En ik eigenlijk ook wel. Daar is het veld. De andere route die je kan lopen naar de Tafelberg. Hierachter in dit bos zit de scoutingvereniging.
hier, nu zit de skatingvereniging Montgomery. Toen ik jong was, zat daar de skatingvereniging van Vasanta, de Vasanta groep. En het andere herkenbare punt hier is dat we hier de paarden zien. En zo lopen we langzaam terug naar de auto. Nou, een ander herkenningspunt, de hond met drie poten. Ik weet eigenlijk niet precies wat voor hond het is, maar het is in ieder geval een bruine hond en hij heeft drie poten. Ik hoor wel eens mensen zeggen van waar wandel je bij Kos? Oh ja, bij de hond met de drie poten. Maar goed, misschien zien we hem. En anders probeer ik er nog wel eens een keertje een plaatje van te maken. Nou, in de verte zien we huizen, de Dr. Kuiperlaan. Hier hebben we één pad naartoe. En dat is het pad richting de auto. En wat natuurlijk grappig is, dat vinden huizers belangrijk, is dat je daar in de verte de kerktoren al kan zien. Dan moet ik zeggen dat mijn ogen niet meer zo goed zijn als een paar jaar geleden. Maar je kan zien hoe laat het is en volgens mij is het 7:50. Doorsteek hobbelpad. Dat pad loopt weer terug naar het Schelpenpad. Het zonnetje schijnt lekker. Prachtige lucht. Ja, en je hoort hier natuurlijk in de verte hoor je natuurlijk iets van de weg. Maar goed, waar hoor je niet de weg? In ieder geval in het Gooi. Overal hoor je wel iets van de weg, maar dit zijn geen storende geluiden. We zien daar de parkeerplaats de auto al staan. Nou, dit is even de eerste plaats, de hondenuitlaatplaats die ik je wil laten zien.